Rechts, euh, links klik tussen de schermen om deze groter of kleiner te slepen. Nogmaals, links klik tussen de schermen en dan kan je het scherm aanpassen zoals jij het fijn vindt. Meer tijdlijn of meer viewer of trimmer. Jij kan het allemaal zelf bepalen en ook kan je in- en uitzoomen door te draaien aan je scrollwiel. Of je kan je scrollwiel klikken en slepen om het beeld te verplaatsen. En dan kan je hier ook nog kiezen voor het zoomniveau. Kan je er gewoon een getalletje aan klikken. Of je kan ook de scale to fit en dan past hij hem automatisch aan de grootte van het beeld.